Ik sta hier in Katwijk voor de Dorcaswinkel, waar ik straks een aantal medewerkers ga ontmoeten. En we verwachten ook bezoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En we hopen samen te gaan praten over geestelijke gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning. Als organisatie zijn wij heel erg gericht op individuen en gemeenschappen, daar werken we mee. En we kijken ernaar hoe kunnen we samenwerken met gemeenschappen om hen te laten bloeien. En dan werken we vooral in gebieden waar het gaat om gebieden waar armoede is, waar uitsluiting is en waar crisis is. Het mooie eigenlijk was dat ik erachter kwam dat de aandacht voor de mens, niet alleen met hun fysieke noden, maar ook met de psychische noden, dat ik dat eigenlijk terugzag in de hele organisatie. Ik zelf zit heel erg direct betrokken dan meer in het Midden-Oosten. En daar doen we echt best wel heel intensieve psychosociale ondersteuning ook. Echt met vanuit onze community centers in Libanon. We hebben daar gewoon een groot team van vrijwilligers bij elkaar gebracht. Die aangestuurd werden dan door de professionals. En we begonnen met een training op het gebied van eerste hulp bij psychische nood. En we kennen natuurlijk allemaal eerste hulp bij ongelukken, maar er is ook training beschikbaar over eerste hulp bij psychische nood. Kinderen waren ook echt heel erg getraumatiseerd ook. En we hebben met kinderen bijeenkomsten georganiseerd om hen te helpen om te identificeren hoe voelt stress, hoe kan ik dat uiten, hoe kan ik daarover communiceren en hoe kan ik daar ook mee omgaan. Op een gegeven moment werd er ook heel specifiek de vraag gesteld, maar wat doen jullie eigenlijk in Nederland? En toen was ik toevallig net bij een winkel geweest. Daar zag ik gewoon datzelfde thema van gemeenschappen, mensen die verbinding krijgen met de gemeenschap vanuit die winkel, naar elkaar omzien, een stukje zingeving door vrijwilligerswerk. En ik dacht van ja, dit is ook in Nederland doen we dat. Er zijn mensen die hebben een achtergrond of op minder zware achtergrond, maar er zitten bijvoorbeeld heel veel weduwvrouwen. En die hebben, doordat ze hier nu dagdelen werken, hebben ze ineens een soort zinvoller leven gekregen, want ze zien er heel erg naar uit en ze worden vriendinnen onder elkaar. Wat doe je precies? Wat maakt het nou leuk? Wat maakt het nou leuk? Nou, ten eerste dat je weet dat je het voor een heel goed doel doet. Dat neem ik altijd mee als ik hier naartoe ga. Van, we doen het niet voor onszelf, we doen het voor onze naasten in Afrika. En het met elkaar werken als vrijwilligers heel gezellig. En met de klanten omgaan. Mensen zijn altijd zo enthousiast en blij. Monique en ik die werken voor Buitenlandse Zaken. En we houden ons bezig met geestelijke gezondheid en psychosociale steun. En dan met name in het buitenland. Hè, dus als mensen hebben iets ergens meegemaakt, komen er een oorlogssituatie, crisis of natuurramp. En wij vinden het heel belangrijk dat deze mensen gewoon goede psychische hulp hebben. Meestal geven we traditioneel, geven een tent, onderdak, voeding, medicijnen. Maar er is weinig aandacht voor wat hier gebeurt. En dat is juist heel erg belangrijk. En dat is iets wat minister Sigrid Kaag had snel al die visie. En dat heeft ze als belangrijk punt gemaakt, een belangrijk thema in haar beleid. En daarmee proberen we de rest van de wereld ook mee te krijgen. En die vinden dat intussen ook heel erg belangrijk. Nou, we zijn dus heel blij om hier te zijn. Omdat we weten dat Dorcas heel veel aandacht ervoor geeft. Aandacht voor heeft en aandacht aangeeft. Dus ik vind het heel leuk om daar iets over te horen. Hoe het is om hier te werken, wat dat voor jou betekent. Dus ik wil eerst mij voorstellen. Ik ben Arpine en ik kom uit Armenië. Wij zijn al 11 jaar in Nederland. En de laatste 2 jaar pas, wij mogen in Nederland blijven. Waar ik ben ontzettend blij met mijn hele familie. En ik heb 2 dochters en een man en na de vluchten, we hebben het heel moeilijk gehad. Nu, we hebben eindelijk een verblijfsvergunning, mogen in Nederland blijven en wij beginnen gelijk een vrijwilligerswerk doen. We hebben 2 keer gevangenis meegemaakt. Mijn man zat in 2012 6 maanden in gevangenis om terug te sturen. Door deze, hij kreeg ook problemen, psychische problemen, want wij zijn een heel hechte familie en opeens, op een dag, afspraak van de advocaat, wij zijn uit elkaar gescheiden. Opeens, en wij verwachten het niet en zo.
Maar uiteindelijk na 6 maanden hij kwam terug, maar met psychische problemen. Hij durft niet naar buiten te gaan en zo. Maar hier, hij is heel erg opgeknapt. Moet ik zeggen, het is echt door de werk. Hij voelt zichzelf nuttig, maar vroeger hij durft niet echt. Hij ging alleen naar afspraak met de psychiater en naar huis. Niks meer. Maar nu, hij bloeit en onze kennissen als zagen hem, zeggen ja, wij kennen die persoon niet. Hij is zo erg veranderd. 's Ochtends, ik ben vrolijk, als ik kom binnen, het is helemaal onze wereld veranderd. Ja. Het is ook, je vergeet jou alle problemen, je laat alles buiten de deur en hier, je kan gewoon genieten. En wij komen hier heel graag. Ik word ook vrijwillig hier als ik dit hoor. Ja, welkom. We zijn nu aan het eind gekomen van deze interessante bezoek. En we hebben een hele mooie community hier gezien in Katwijk. Waarin echt aandacht is voor ook de behoeften van specifieke mensen hier in de omgeving. Door brood uit te delen. Maar ook vrijwilligers die om elkaar geven. En die een stukje zingeving hebben in hun leven. Wat ook eenzaamheid kan voorkomen. En ja, naar elkaar omzien. En dat valt allemaal onder psychosociale ondersteuning. En op eenzelfde manier, op een andere manier misschien, al naar gelang de behoefte in de specifieke communities, doen wij dat ook in onze landen.